Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe mosselvideo/mini-college. Het is tijd voor de bodemmossel, de bodemcultuurmossel. 7 juli gaat die van start. En het is een ongekend bizar goed seizoen. Eigenlijk het beste seizoen in 25 jaar. Waar dat nou precies aan ligt, is dat moeilijk te achterhalen. Het kan met de kou te maken hebben in april, veel regen en daarna veel zon. Maar in ieder geval, het zijn prachtige, grote, goed gevulde mosselen. Duurzaam. En vooral lekker en gezond. We gaan eventjes een beetje de holiday vibes op. We gaan naar het buitenland. Ik ga hem even upspicen met wat andere niet-Nederlandse flavors en smaken en kruiden. En de mossel leent zich daar helemaal top voor. We gaan beginnen. Wat heb ik vandaag nodig? Prachtige mosselen. Wat een klein beetje vissaus en sojasaus. Je raadt al waar we naartoe gaan. Chilipeper, seree, oftewel citroengras. Wat gember, limoen, een shallotje, een klein beetje knoflook, wat kokosmelk en pak soy. Je raadt het al, een beetje Aziatisch. We gaan een beetje Aziatisch. En die Hollandse mossel, ja, die leent zich daar super goed voor. Als je gewoon een paar Aziatische flavors erbij doet, ja, dan krijg je een totaal ander gerecht. Maar het blijft net zo snel als gewoon een plantje mosselen maken. We gaan beginnen eigenlijk met alle kruiden. Dus ik ga eerst het uitje. Een shallotje heb ik. Ik vind shallot echt wel voor veel recepten lekkerder dan ui. Voor de rest behandel je hem hetzelfde. Ik laat altijd het kontje eraan. Het puntje eraf. Ik zet de mosseltjes even hier neer. Dan snij hem over de lengte een paar keer in. Zit nog steeds aan elkaar vast. Dan even horizontaal je mes er doorheen. En dan haal je zo met je mes in één keer een gesnipperd shallotje tevoorschijn. Maak het vuur aan. Ik gebruik een grote pan. En ik ga de mosselen eigenlijk, zoals ik dat vorige keer ook deed, ja, meer bakken. Het is eigenlijk niet eens koken. Het is mosselen bakken. Er komt zoveel vocht uit. Ik blus het af met wat klein beetje kokosmelk en wat kruiden. Maar in basis bak ik de mosselen. Ik ga wat neutrale olie in de pan. En dat houdt in een niet-olijfolie. Dus een arachideolie, een zonnebloemolie. Een neutrale olie qua smaak. Bak wat gember. Ik heb de gember gewassen straks. Ja, en sommige mensen willen het velletje eraf halen. Ik zou het niet doen. En als je dat doet, doe dat niet met een dun schiller, maar gewoon met de achterkant van je mes op deze manier. Of met een lepel, een botte lepel. Want je raspt dan echt letterlijk een flintertje van het velletje eraf. Een paar mooie plakjes. Dunne reepjes en die ga ik zo even snipperen. Een goede duim gember toevoegen. Seree, oftewel citroengras. Citroengras, dat is... Ruik je op zich zo niet, tenzij je hem even mishandelt. Achterkant van je mes. Kneus je hem gewoon. Probeer hem heel te laten, niet zoals ik doe, maar je moet ze daarna namelijk nog even uitvissen. En nu komt er een zo'n diepe, mooie, frisse, citroen-limoenachtige geur vrij. Beschouw dat een beetje als laurier. Weet je wel, laurier bak je mee, geeft smaak, haal je daarna eruit. Dat is met seree ook zo. Chilipepertje. Ik hou wel van spices, dus ik laat de zaadjes erin. Ook in de pan. Eigenlijk dus alles gewoon even aanfruiten in een mooie brede pan. Zodat je veel warmteoppervlak hebt. Zodat je die mosselen snel kan verwarmen. Eigenlijk dus bakken, waardoor ze snel open gaan en je snel aan tafel kan. Dan heb ik nog limoen. Een klein beetje zest van de limoen gaat erbij. Rol de limoen goed door, dat je echt alleen het buitenkantje zest en niet het witte, want het witte is bitter. Die pak soy. Pak soy is echt een super seizoensproduct. Sterker nog, deze heb ik net uit mijn tuin gehaald. Check maar. Pak soy, volledig in het seizoen, uit de volle grond. Daarom ga ik dit zeker ook gebruiken in het lekkere mosselrecept. Even snijden. Dat groene ga ik straks gebruiken, later. Dat hoeft namelijk bijna geen hitte te hebben. Pak soy zelf kun je ook rauw eten trouwens. Hè. Bak ik even mee. Heel kort. Want je wil wel die bite van die pak soy houden, dat is zo lekker eraan. En het laatste wat je doet, en dat doe ik bewust op het laatst, want die wil je niet te lang meebakken, is een teentje knoflook. Klein teentje, dat je net moet niet gaan overheersen. Niet te fijn snijden, hou het grof, want anders verbrandt hij en dan wordt hij bitter. En nu is het al tijd om de mosselen toe te voegen. Je hebt een mooi bedje van kruiden, specerijen, peper. En als je knoflook begint te ruiken, dan zijn we er. Dan mogen nu de mosselen erop. Vroeger moest je mosselen uitzoeken en baarden en checken. En de slikmossel is tegenwoordig niet meer. Ze worden afgewaterd. Het is heel simpel. Ik spoel ze altijd alleen even af van de kraan. Echte kapotte haal ik eruit. Ik had er dit keer precies nul. Maar stel, haal die eruit. Pan goed heet.
het vuur gewoon zo hoog mogelijk houden. Wel even in het begin omroeren, zodat die kruiden op de bodem overal komen. En dus niet verbranden. Maar die mosselen laten nu al vocht los, waardoor je, nou ja, waardoor het niet verbrandt. Maar uiteindelijk ja, gaat het stomen. Dus het stoomt in zijn eigen vocht nu gaar. Geef dat even een minuutje. Ik kan ook meteen even gaan opruimen als ik hier aan ben. Dat is het voordeel aan mosselen. Het gaat zo snel dat je eigenlijk snel je keuken moet schoonmaken. Want daarna kun je een tafel. Het heeft geen zin om daarna nog een afwas te doen, tenminste ik niet. Klaarzetten. Klein beetje kokosmelk. Even goed schudden. Als hij koud heeft gestaan, wordt hij hard, hè? Dus dan moet je hem even doorprikken. Een klein scheutje soja en een mini theelepeltje. Twee theelepeltjes vissaus. Ik had deze groene stuk van de pak soja ook nog beloofd om die te verwerken. Die snij je gewoon in mooie dunne reepjes. En die serveren we dadelijk op het laatst nog door de mosselen heen. Ik ga ook vast een bord pakken. Ik ga een bord pakken. Oh jee, dan wordt de cameraman boos. Sorry. Dat is mooi. Kijk, een beetje Aziatische borden. Oké, gaan we eens kijken hoe het hier gaat. Komt stoom uit, dat is altijd een goed idee. Ik zie gewoon dat de mosselen open gaan staan, dus we gaan gewoon heel hard. En ik ga nu eigenlijk al de flavors toevoegen. Wat ik zei, een paar druppeltjes vissaus. Een kleine sojasaus. En een mooie scheut kokosmelk. En als er stukken in zitten zoals hier, dat is gewoon kokosvet, dat smelt vanzelf. Dit gaan we eventjes doorroeren. En rustig, met beleid en liefde, anders sla je alle mosselen uit hun jasje. Kijk nou, prachtig, die kleuren, dat groen, het lichtrooie van die pepers. Ik voeg nu alvast een deel van die pak soi scheuten toe. Eén keer goed omscheppen. Deksel op de pan. 1 minuutje. Ik beloof het, 1 minuutje en we gaan eten. Dat is klaar. Wat is het verschil tussen bodem en hangcultuur? De vorige keer had ik het over hangcultuur, want vroeger in het seizoen wat verder van de bodem, iets meer voeding in het water. Dan gaat het wat sneller. Bodemmosselen, ja, is letterlijk wat het is. Ze liggen op de bodem. Mosselen worden op velden, zeg maar, uitgezet daar. Ja, zie het als akkers. De mosselen worden gekweekt, worden daar neergelegd. Uiteindelijk groeien ze daar verder. En ze worden daar weer opgehaald. Dus dat is een heel duurzaam proces. Want dat veld ligt daar. Dan leggen ze mosselen op, die groeien. En ze halen de mosselen er weer af. That's it. Ik zet het vuur gewoon uit, want ik vertrouw het gewoon dat ze goed zijn. Oh. Schep vooral ook echt wel wat van dat vocht mee. Dat is onwijs lekker. Zeker een soort saus. En serveer hierbij wat je wil. Nou, kijk nou. Kijk nou, is dat een gigantische mossel. Prachtig. Die korte kookmethode, echt, dat is niet alleen omdat ik denk, oh, Hugo wil snel naar huis, want ik ben al thuis. Het is namelijk, het is beter voor de mosselen. Het is lekkerder als je ze kort kookt, want open is gaar. Een mossel heeft niet meer nodig. Die mondjes erbij. En gewoon zeggen, geniet ervan. Mosselen van Hollandse bodem.